Ik lees voor uit het dagboek, De Kunst van het Verleden. Wanneer mijn moeder overleed en ik dacht dat Lo hetzelfde lot moest ondergaan, stond ik er alleen voor. Mijn broer Bas en Dennis mocht ik niet. Zij zijn uiteindelijk zelf gevlucht en hun eigen plek gestart op het land waar wij aanspoelden. Zij waren ouder en konden beter voor zichzelf zorgen. Ik had toen al een hele goede relatie met mijn oudere broer Lo, maar die namen ze van me af. In een strijd van emotie had ik slapeloze nachten, maar ook nachtmerries en beelden die door mijn hoofd flikkerden. Ik zocht in de donkere bossen van Myrdia zoveel mogelijk spullen, zodat ik een enige tijd kon overleven. Ik werd achterna gezeten, leek het wel. Monsters maakten me gewond. Ik moest overleven in grotten, maar toen uiteindelijk kwam ik aan bij het water. Niet echt een fantastische jeugd, maar ik werd er wel hard door. Misschien wel koudbloedig in die tijd, want doden deed mij niks meer. Toen ik eenmaal de boot nam en na dagen aankwam op het zanderige gronden, begon voor mij het overleven helemaal. Hier leefden mannen met doeken om zich heen. Het leken wel boeren. Maar toen toonde ik geen genade. Ik voelde me waardeloos. Niemand meer die om me gaf. Zij mochten hetzelfde voelen. Ik leerde in deze tijd hoe ik moest vechten. Ik sneakte huis in en moest vele moorden plegen om mezelf te overleven. Ik werd eens gevangen genomen in de donkere grotten onder de grond. Ik moest sterven. Ik als jongen, helemaal in mijn eentje. In gevangenissen met allerlei enge figuren. Maar ikzelf was ook eng. Maar ik moest overleven. Het lukte mij om te ontsnappen. Ik vond een grot en ging hierin leven. Totdat een bende mij vonden. Ze hielden me vast en vertelden me dat de schaarse bevolking die hier leefde bang van me zijn. Maar ook een leider in me zijn. Ik schrok. Waarom zouden arme boeren mij als leider willen zien, terwijl ik vast wat familieleden van ze had gedood? Toen kwam ik erachter dat er twee partijen waren. Plunderaars en de arme bevolking, wat ik de boeren noemde. Blijkbaar had ik al een hoop van die zogenaamde plunderaars gedood, waardoor ik als een held werd aangezien. Ik heb dagenlang gepiekerd over wat ik zou moeten doen, maar ik besloot een groep op te richten dat zich zou richten op het wegjagen van deze plunderaars. Want plunderaars haatte ik al. Datzelfde soort lui hadden mij moeder gedood. Ik noemde mijn groep Yennava.